Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door Hotel en Grand Café De Pauw. Het paradies, het bestaat al een mooie tijd, hè? Al 20 jaar. Ja. Ze hebben het niet kunnen vieren wegens COVID, maar ze zijn al 20 jaar actief. Ja, ja, ik zie er altijd heel veel bedrijvigheid als ik er binnenkom. Wij hebben daar onze de verkiezingsdebatten gevoerd. Juist. En we hebben de fantastisch ontvangen. Het is een mooie locatie om voor ons om ons werk te doen. Ze liggen nog op. Even een compliment aan jullie. Ja. En nog een stevige merci eigenlijk. Ja. Ja. Ze liggen ook mooi. Ja, binnen de stad. Ja. Ze zijn goed geëquipeerd. De gemeente subsidieert dat uiteraard. Ja. Heeft daar goed in geïnvesteerd. Alleen, ze moeten wel financieel rondkomen. Dus voor sommige activiteiten wordt iets gevraagd. Ja. Terwijl de doelgroep eigenlijk, ik ga het voorlezen, het doel van het paradies in 2 zinnen. Is het volgende. Door een aanbod van activiteiten, aansluitend bij de wensen en behoeften, senioren ondersteunen in hun streven naar zelfstandigheid en maatschappelijke participatie. Kijk. Mooier kan ik het niet zeggen. Nee. En dat maken ze ruimschoots waar. Ja. Het mooie daarvan vind ik, dat met 100 vrijwilligers die ze hebben, dat die vrijwilligers zelf hun leven zinvol invullen, maar de aldoende ook het leven van de anderen die daar komen zin geven. Zowel sociaal als educatief als fysiek. Want de activiteiten zijn sociaal, educatief, fysiek, zingen, wat doen ze allemaal? Biljarten, kaarten, lezingen, cursussen, waaronder die van mij. Ik geef daar zelf een cursus Engelse taal en literatuur. Daar wil ik zo direct even op inzoomen. Een serie, graag. Maar ze hebben ook tafeltennis, gymnastiek, yoga, ik heb het even opgeschreven hoor. Leesclubs, zingen, tekenen, knutselen, computercafé, dagbesteding, workshops en ook exposities. Ja. Daar scoren ze ook mee. En het zijn allemaal dingen die mensen trekken. Waar je veel vrijwilligers voor nodig hebt om dat op de planken te zetten. Die vrijwilligers zijn enthousiast, die doen zinvolle dingen zelf. En stralen dat ook uit naar de gasten, die ook komen om, zowel sociaal als fysiek, afgeleid te worden, bezig gehouden te worden. En daar zijn ze uitstekend voor geëquipeerd, al 20 jaar. En hun thema is ook ontmoeten. En dat vind ik ook terecht. Ze hebben dus ook in corona een tijd stilgezeten. Ook veel van hun klanten, jammer genoeg. Maar het ontmoeten is waar ze met veel activiteit, ik heb er maar een deel genoemd, voor zorgen. En ik ben blij als vrijwilliger daaraan te kunnen bijdragen. Ja, nee, dat is ook iets om trots op te zijn op zo'n organisatie. Ja. 100 vrijwilligers. Ja, ik hoor om me heen, en voor ons is het ook heel lastig om iedere keer vrijwilligers te vinden. Ja. Want het eerste wat iemand vraagt als hij vrijwilliger wordt, ja, zit er ook een beloning aan? Maar dat zit er gewoon niet aan. Wat schuift het? Wat schuift het, hè? Wat schuift het, hè? Ja, wat schuift het? Wat schuift het? Nee, maar die 100 vrijwilligers die zijn nodig om dit allemaal te laten runnen. Is dat voldoende aanwas? Ja, vergeet niet, het is een 55-plus centrum. Dus als je de jeugd vraagt als vrijwilligers, ja, die hebben schoolactiviteiten en werkactiviteiten, maar dit zijn veelal mensen die al achter het arbeidsproces staan, net als ikzelf, en die hebben dus tijd ter beschikking. En waar het paradijs heel goed in is, is dat ze die mensen iets geven wat hun aanstaat. Er zijn een hele hoop functies en er wordt duidelijk met jou gesproken, wat wil jij, wat kun jij, waar ben jij goed in, wat hebben wij nodig, wat zijn jouw wensen, wat zijn jouw verlangens. En dan zijn die mensen daar rustig in, want ze doen het allemaal pro deo, net als ikzelf. Maar ze moeten niet het idee krijgen dat ze ergens in gedwongen of gedrongen worden. Want je komt toch ook mensen tegen, ontmoeten, die problemen hebben. Mensen die misschien niet meer helemaal optimaal functioneren. Daar is het paradijs ook voor. Die moet je ook wat bieden, maar daar moet je ook mee kunnen omgaan. En in dat opzicht hebben ze groot gelijk dat ze hun personeel zorgvuldig selecteren, ook zich goed doen voelen. En dan kunnen ze ook functioneren. Ze hebben regelmatig vergaderingen met de vrijwilligers. Van, gaan we nog goed? Wat moet er gebeuren? Gaat er iets niet goed? Wat kunnen we nog doen? Want na 20 jaar, moet ik zeggen, hebben ze zich behoorlijk verbeterd. Zowel qua accommodatie. Ze hebben veel mooie zalen die tegen zeer gereduceerd tarief te huren zijn.
Ook de beamers en dat spul en wifi, het zit er allemaal in, allemaal op. Dus als je daar iets wil doen, ben je ook geëquipeerd en gefaciliteerd. Ja. En dat is niet overal. En dan wat we net zeiden, de ligging is natuurlijk prachtig. Alleen parkeren is een probleem. Sommige oudere mensen die zeggen van ja, hoe kom ik daar? Dan moet ik in de oranjerie parkeren ja, en dan moet ik daarheen. En ja, ja, er is altijd wel wat. Maar dat is dan hun nadeel zoals het is. Maar wat de rest zijn ze heel erg actief nou, en toegankelijk. In dat kader wil ik wel even iets zeggen. Er is een hele mooie parkeergarage bij het station. Ja. En de Maria-Theresia-laan. En voor 4 euro koop je een dagkaartje bij de Primera. Maar het gaat niet zozeer voor het geld, het gaat om afstand. Nee, maar ik wil even zeggen dat dat een heel toegankelijke parkeergarage is, ook qua ligging. Maar heel veel mensen kennen het bestaan niet of staan er niet bij stil. En hier loopt een tunneltje door en ja. Je bent toch niet goed dat je daarop alerteert, absoluut. Ja, zeker. Ja. Nou, even terug naar die 100 vrijwilligers, dat vraagt ook om een gigantische aansturing. Ja, ja. Daar hebben ze ook een manager voor, fulltime en betaald uiteraard. En nog een aantal krachten, maar weinig betaalde krachten. En dat is dus een handvol om dat aan te sturen, want ook de vrijwilligers zijn 55 plus. Dus daar mag je ook niet meer alles van vragen. Nee. Sommigen zijn kritischer dan anderen. Sommigen komen problemen tegen op het sociale, contactuele vlak, want het gaat over de ontmoeting waar je dan wat mee moet. In mijn cursus speelde het aantrekkelijker, in de zin dat ik dus Engelse en Amerikaanse boeken behandel. En op een zeker moment merk je dat als je een boek over de Tweede Wereldoorlog behandelt bijvoorbeeld, dat sommige cursisten dat daar eigen ervaring mee hebben. Emotioneel. Dat spreekt hun aan. Dat emotioneel maakt betrokken. Los. Emotioneel betrokken. Een verhaal waar een moeder een kinderen verliest of een vader. Ja, dat is veel gebeurd bij mensen. Ja. Je partner verliezen. En in de literatuur die ik dan behandel, komt dat ook voor. En ze hoeven daar geen echt goed Engels voor te kennen. Wel een beetje ondergrond moeten ze hebben natuurlijk. Maar het is niet alleen het verhaal, maar ook wat doet het verhaal? Hoe komt het tot stand? Ja. In welke tijd is dat ontstaan? Ja. Waarom is het zo ontstaan op die manier? Ja. En interactief. Ja. En ik moet zeggen, daar roep je oudere mensen, die hebben ervaring genoeg. Die zitten niet alleen maar te consumeren, maar je krijgt ook interactief reacties en vragen. Ja, en dat is duidelijk het afleiden, het bezighouden, het iets bieden wat daar plaatsvindt en wat ook goed lukt. Nou, in dat kader heel even kort. Ik spring wel eens weer van de hak op de tak erop. Dus, mensen zijn gewend van mij. In dat kader zijn wij bezig om een uitzending voor te bereiden over de evacuatie van de dames, hè, dus de vrouwen en meisjes en jongens en kinderen, hè, dus die nog in Roermond waren in 1945. Die zijn massaal geëvacueerd naar Groningen, Friesland, Drenthe. Ja. En onderweg daar naartoe, dat ging in veewagens, zal je niks verbazen. Ja. Werden die treinen beschoten. En er is een trein vreselijk beschoten, een van de vele treinen. Hè, dus een van de vele, want ja, het ging om gigantisch veel mensen. Een van die treinen is beschoten in de plaats Raalte. En laat daar nou eens een heel gigantisch monument staan. En laat ik nou eens zo'n pak met verhalen gekregen hebben van mensen die die reis hebben meegemaakt. Komen we binnenkort op terug. Maar misschien wel interessant. Ja, het lijkt mij ook heel herkenbaar voor velen. Ja, ik denk dat dat wel wat herinneringen oproept. En mevrouw kinderen van die mensen die in die trein hebben gezeten. Ja, een monument op het Münsterplein, hè? Ja. Van de moeders in die tijd, die zich moesten rennen. Ja. En ik ben er zeker een keer met een heer Spee gegaan, Maan Spee, is inmiddels ook 98 als je nog leeft, blind. En die wil dan een wandeling meedoen. Hij zegt, nou als jij voorloopt met een wit t-shirt, loop ik achter je aan in die wandeling. Ik zeg, en dan moet jij mij vertellen, want die heeft het meegemaakt. Die is meegeweest als 19-jarige jongen met die evacuatie. Ja. Nou, ik heb zelden twee zonen. We gaan met het team naar Raalte en daar zijn mensen in Raalte die hebben de kranten van toen gedigitaliseerd. Ah. En daar staan brieven in van Roermondenaren die hun dank hebben uitgesproken. Juist.
aan die krant, ingezonden brieven aan die krant. En die zijn gedigitaliseerd, daar gaan we naartoe. Ja. Stuk geschiedschrijving. Wij willen dat zien. Stuk geschiedschrijving. Ja, ja, dat is leuk. En daar krijg je ook veel belangstelling voor, denk ik. Denk het wel. Ja. Ja. Alleen, ja, we moeten het natuurlijk, zoals alles, we moeten dat financieren op de een of andere manier. Ja, dat is het gebruikelijke verhaal, hè? Komt waarschijnlijk goed. Ja. Rob, even naar jou. Jij bent, even naar jouw roots. Jij bent leraar geweest. Ja. Ja, leraar Engels. Eerst op het middelbaar onderwijs. En daarna naar de Universiteit Maastricht. En sinds 10 jaar dus gepensioneerd. Een jaar in Amerika gewerkt, dat kon toen nog. Een tijdje in Engeland actief geweest. De universiteit stuurde mij naar Ghana voor ontwikkelingswerk, om een PABO. Na de val van de muur in Oost-Europa een aantal malen in Tsjechië, zomercursus Engels gegeven. De universiteit was daar goed voor geëquipeerd. Ik had de materialen, ze hadden de contacten. En dan ging ik daar naar scholen, waar dus ook Engels gegeven werd. En de IJzeren Gordijn na 1991. En gaf dan daar zomercursussen. Kreeg ook Tsjechen thuis docenten op uitwisseling. We zijn met die school ook vaak onder Erasmus, dat is een uitwisselingsprogramma waar veel geld zit, ben ik met de middelbare school hier naar Ierland geweest een aantal malen. Want ik heb lesgegeven op de Rijks, zoals dat heette, hier in Roermond. En waren mooie mogelijkheden. We gingen dan op het fietsje naar de basis in Bruggen. Dat kun je nou dus niet meer doen, want dan komt de verantwoordelijkheid, de aansprakelijkheid. Als je met een jeugd met het fietsje naar Bruggen gaat, dat moet je oppassen. Nou, dat kon toen wel nog. En die leerde daar op een dag meer dan op een hele week in mijn lessen. Want in Bruggen, Engelse militairen, knappe jongens, was voor mijn meisjes ook wel leuk natuurlijk. Ja, en die ging alles in het Engels. En ze kwamen ook in mijn lokaal op school een dag. En dan na iedere les, dus iedere keer een andere klas, moesten ze het verhaaltje dan nog maar een keer ophangen. Maar dan straight from the horse's mouth, van die militairen. En zo hadden we daar een goede band mee, want ik ben altijd, heb ik een zwak gehad voor internationaliseren. Roermond is leuk, Roermond is oud, Roermond heeft historie, maar de wereld is groter. En zeker Engels voor de jeugd, dat had ik geluk dat ik dat vak had, dat sprak wel aan. En als je hen dan zo mee kunt nemen naar Ierland en Tsjechië en Roemenië, ja, dat sprak hun wel aan. Spelenderwijs, hè? Spelenderwijs was dat, want ze hadden de moed wel. Maar ja, daar moesten, daar stonden ze voor iets. Ja. En als je dan met zo'n Tsjechische docenten spreekt, die dat dus hebben meegemaakt, de tijd voor de val van de muur, nou was voor mij ook zeer vormend en leerzaam. Dat je eens kijkt hoe andere mensen in het leven staan. En dat kon je in je onderwijsproces dan weer kwijt. Ja. Je was er geweest, je had het gehoord. Ierland zijn we een aantal malen geweest. Nou, ik hoef niet de verhouding tussen de Engels en de Ieren uit te leggen. Maar ja, voor de jeugd was dat een openbaring. Dat dat bestond, dat dat zo in elkaar zat. En alles in het Engels natuurlijk, wel met een zwaar accent. Het Iers accent is natuurlijk weer heel belangrijk. Ja. Maar dat Irish, hè? Irish. Ja. Dat voegde toe. Ja, precies. En Ierland hoorde toen pas bij de EU, want die waren ver achter. Er was veel nog in te halen. Daar heeft de EU aan gewerkt. Totdat het een goed ging, waren ze de Celtic Tiger. Ja, en Boris Johnson, die heeft hen nu weer behandeld zoals de Engelsen meestal doen. Maar goed. Neerbuigend. Juist. Rob. Jouw cursus, hè? Die mensen vallen met het neus in de boter. Want jij geeft een cursus in 6 delen, heb ik begrepen. Het zijn 6 zittingen van 2 uur, iedere woensdag, 6 woensdagen achter elkaar, van 10 tot 12. Met een pauze, want de mensen willen elkaar ook natuurlijk spreken. Ja. En ook een stuk gezelligheid. En daar krijgen ze een reader bij, waar de stukken in staat die ik behandel. Ook met de achtergronden uit die tijd staat erin. Die reader is een 30, 40-tal pagina's. Die zit erbij, dat hoort bij de prijs van €65. Nou ja, dat is de vaste opzet. En dat begint het meestal met de auteur. En dan de titel, en dan het boek. En dat plaatje dan, ja, dan komt dus Reagan komt erin voor, en Margaret Thatcher, en Obama, al naar gelang ook. De geschiedenis breed. En dit gezelschap, 55 plus, die hebben op dat gebied heel wat te bieden. En die zeggen soms ook van, jij zegt dan dit en dat, maar moet je het horen. En dan voegen ze toe. Prima. Of ze worden soms ook wat emotioneel. Dat ze zeggen, merk je dan ook van, dit raakt mij. Want ik heb dat ook meegemaakt, mijn zoon verloren aan drugs, ik noem maar wat. En in het boek wat jij nou doet, daar is dat ook. Wat is dat mooi beschreven? Dat doet mij wat. Ja, en dan krijgt dat wel inhoud wat je zit te doen. Ja.
En dat krijg je dan in de koffiepauze ook te horen, want sommigen ja, die wachten dan liever en als anderen bezig zijn, komen ze naar je toe. En dan ook, vind ik ook belangrijk dat ze dingen uitwisselen van Robje, zij zus en zo, ik heb dat ook meegemaakt, is zus of zo, ik zou dit, jij zou dat. En daar, uiteraard, dat moedig ik ook aan, dat hoort ook bij. Ja, mooi. Nou, de mensen vallen met de neus in de boter. Ja. Kunnen mensen zich aanmelden, uiteraard natuurlijk. Ja. Ja. Kosten het, €65. €65 voor de 6 zittingen met een reader erbij. Ja. Op de website van het Paradies staat het. Ja. Maar er is ook telefoonnummers staan erop van mensen. Als ze bij het Paradies langs gaan, kunnen ze een aanmeldingsformulier invullen. Ze kunnen gewoon een mens spreken tegenwoordig. Ja, gelukkig wel. Ja. Een mens willen ze spreken. Ja. En dan liggen formulieren. Maar zouden ze zeggen van ja, wat is het? Ik wil dat eerst even zelf uitzoeken. Nou, een mailtje naar Paradies kan. De website staat het op. Dus het aanmelden is vrij gemakkelijk. En de betaling ook. Dat gaat ook meestal digitaal. Of het kan bij de tikkie zelf. Ja. Job, wanneer begint het? Het begint volgens mij, even kijken, 12 oktober. Oké. Okay. Beginnen. Dus ik ben op tijd ermee. Je en moet hoeveel cursisten kan je hebben? Nou, de zaal is voor 30 geschikt, maar als het er meer zijn, pakken ze een andere zaal. Maar ze hebben veel zalen die doen, maar deze zaal is voor 30 geschikt. Ja, daar zit dus ook PowerPoint, Beam, alles zit daarin. Ja. En met 30 is het ook wel leuk voor de interactie. Beetje als je er 60 hebt, is het toch wel wat anders. Wordt wat rumoerig ook. Ja. Wordt wat rumoeriger. Je hebt ook veel mensen met gehoorproblemen. Dat is op die leeftijd ook. Dus daar zit een ringleiding in. Ik moet ook zorgen dat ik wat langzamer, rustiger spreek. Want ik spreek uit mezelf snel, weet ik. Om die mensen te accommoderen natuurlijk. Maar we kunnen er genoeg hebben. En in oktober, dus ik meen 12 oktober. Iedere, dan de volgende 6 woensdagen achter elkaar. En dat mensen tegenwoordig allemaal plannen, mensen zijn bezig, dat is heel goed. Kom ik er nu mee, want ja, sommige mensen hebben dan net oppasdag, of die hebben net bridgedag. Ze zijn goed bezig, die mensen van 55 plus. Moet ook. Of op biljartdag, dus mijn cursus kunnen ze tijdig zien van, oh, dat is het en dat is mij waard om daarheen te gaan. Een blok in je agenda. Ja. Rob, bedankt voor je komst. Graag gedaan. Het was zeer boeiend om met jou een gesprek te gaan. En volgens mij kunnen wij nog dagen samen praten over het paradies. Absoluut. Het is een waardevolle instelling voor Roermond, het paradies. We kunnen er trots op zijn. Nou, met recht. Ja, lieve kijkers, we gaan de bieren even uit. Ik kom terug met een speciale gast. Dat is Gonnie Stoot. En Gonnie die heeft, zal maar zeggen, de Schumelmarkt. Dat is 2 dagen. Op woensdag en op donderdag, heeft ze nieuw leven ingeblazen, want het lag helemaal op zijn kont. Het was ook de laatste jaren niet meer zo interessant, want er lagen vooral nieuwe spulletjes en mensen willen sjoemelen. Die willen gewoon lekker rommelen. En ik ga het er met Gonnie over hebben hoe ze het nu aangepakt hebben. En ik begreep van Gonnie dat je kan schudden als je nog een kraan wil. Tot zo. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de horecadiensten van Cox & Co. Happy to serve you sinds 1926.